Nou, ze hoorden mensen aankomen hollen. En die gingen hier over het dijkje heen. En op het moment dat ze hier bij die boom langskwamen, hoorden ze het schoten. Maar toen was diegene die voor het vluchten was, was al zeg maar de wijk ingevlucht. Schrok ze erg van dat geluid? Van het geluid, het is echt, was ze even helemaal de klus kwijt. Het gaat in een paar seconden. Maar het was dus eigenlijk gebeurde op een paar meter afstand van waar zij stond? Ja, zeg maar plus minus 4 meter. De 22-jarige mannen blijken in een gestolen auto te zitten en rennen de auto uit als de politie ze wil aanhouden. Wat heeft ze gedaan toen ze dat schot hoorde? Is toen snel weer naar binnen gerend? Nee, ze blijven staan als aan de grond genageld. Ja. Dat zei ze tenminste zelf al. Dat ze gewoon nauwelijks bevatten wat er nu allemaal gebeurde. Eén van de mannen kan meteen worden gearresteerd. De ander slaat echt op de vlucht. Een politieman rent achter hem aan en voelt zich uiteindelijk gedwongen om een waarschuwingsschot te lossen. Hij heeft niet gericht geschoten. De agent niet? Nee, dus meer eroverheen of wat dan ook. Mevrouw dacht wel dat ze gericht schoot, maar... Het was een waarschuwingsschot? Een waarschuwingsschot. En uw vrouw, is ze nu een beetje bekomen van de schrik? Ja, na 4 bakken koffie ging het weer. Ja? Ja. Uiteindelijk is de tweede verdachte ook aangehouden en allebei de mannen zitten vast.